Dit is een landelijke herdenking voor en door kinderen. Uit heel Nederland hebben meer dan 15.000 kinderen meegedaan via scholen, workshops of verenigingen. En nagedacht over wat vrijheid voor ze betekent. Dat hebben ze uitgebeeld in dans, kunst, muziek of zang. Misschien is vandaag wel de eerste dode herdenking die je bijwoont. En dan ook nog op zo'n bijzondere plek. Herdenken doet iets met je en iedereen doet het op zijn eigen manier. Het is heel moeilijk om je voor te stellen wat er is gebeurd. Stel je voor, alles is van je afgepakt. Je huis, je familie, je school, je vrienden, je kleren, je haar en zelfs je eigen naam. Op een dag is het oorlog en mag je niets meer. Het begint klein. Je mag niet meer op straat spelen. Verboden voor Joden. Je mag niet meer naar school. Verboden. We kunnen die nare verhalen natuurlijk vergeten en gewoon verder leven. Maar ik vind het belangrijk om erover na te denken. Want ook nu is er op veel plekken in de wereld oorlog. Verhalen over vroeger of over de oorlog. Vandaag vertel ik zo'n verhaal. Naar school gaan was gevaarlijk. Elke dag kwamen vanaf 10 of 12 uur in de ochtend de vliegtuigen met de bommen. Dat ging dan door tot in de nacht. Stel je voor, je hebt geen geld meer. Maar je hebt ook niets van doen. Wij hadden geen toetsen. Onze moeilijkste vraag van onze dag was: gaan wij het overleven? Vaak, als ik terugkwam op school, miste er een paar kinderen. Hun stoelen bleven voor altijd leeg. En je denkt, ik ben een dromer. Maar ik droom echt niet alleen. Om 8 uur is het 2 minuten stil. De radio zendt niet uit, treinen en trams staan stil en de meeste mensen zetten even niks op Facebook of Instagram. Nederland wordt stil. Alleen de vogels hoor je nog. Die stilte geeft ruimte in ons hoofd om te herinneren en te herdenken. Die stilte maken we samen. Betekent eigenlijk een beetje dat er geen oorlog is en dat gewoon iedereen zichzelf kan zijn. Zeggen wat je wil zeggen. Dat je mag doen wat je wil, maar niet je slechte daden. Je kan je mening uiten naast mensen. Je kan dingen op social media zeggen over jezelf. Dat ik gewoon naar school kan gaan en dat ik mijn ding kan doen. Als alleen één generatie herdenkt, dan is het ook weer, zeg maar, de andere generaties moeten daarna ook gaan herdenken. Want als de andere generaties niet meer weten wat het is en hoe we het kunnen voorkomen, dan kan het nog een keer gebeuren.